In paragraaf 2 van hoofdstuk 5 gaat het over spanningsbronnen. Spanningsbronnen, dat weten jullie ondertussen, die zorgen ervoor dat de stroom gaat lopen en ze leveren de energie. Het doel van een stroomkring, ik zeg het nog maar eens een keer, is om ervoor te zorgen dat de energie van de spanningsbron naar de verbruiker gaat. En dat wordt gedaan door middel van de stroom. Nou, ik heb hier een aantal verschillende spanningsbronnen meegenomen. Dit zijn zonnecellen. Ik heb hier een alkaline, een penlight batterij. Ik heb hier een wat grotere batterij, een vierkante batterij. En ik heb hier een platte batterij. En al deze spanningsbronnen lijken op elkaar aan de ene kant, doordat ze een plus en een min hebben. Ze hebben allemaal een plus en een min. Hier de rode en de zwarte. Jullie weten allemaal de plus, het staat er zelfs op. Hier de dopje is altijd de plus en de platte kant is de min. In dit geval bij deze batterij is dit de plus en dat de min. En bij deze batterij is de lange spriet de plus en de korte de min. Dus overal, je hebt altijd te maken bij een spanningsbron met een plus en een min. Het verschil tussen deze verschillende spanningsbronnen is de kracht van deze spanningsbronnen. En die kracht die wordt weergegeven door middel van de spanning, zo heet dat. De spanning staat hierop bijvoorbeeld van deze batterij is 1,5 volt. Terwijl de spanning van deze batterij, oh daar gaat hij, 9 volt is. Dus dat betekent dat deze batterij veel krachtiger is dan deze batterij en dus ook in staat is om een veel grotere stroom te laten lopen. Nou, zoals je al merkt, de spanning, de kracht van de batterij wordt weergegeven door de spanning en de spanning, de eenheid van de spanning, is de volt. De spanning meet je dan dus ook met een voltmeter. Ik zal maar even bijpakken, dit even allemaal opzij. En dan zien we eigenlijk een beetje eenzelfde soort meter als de vorige keer, alleen staat er geen A van ampère, maar een V van volt. We hebben hier weer een wijzer, we hebben weer een zwarte aansluiting die we altijd moeten gebruiken en we hebben drie verschillende rode aansluitingen die weer voor een verschillende nauwkeurigheid gaan zorgen. De bovenste, de onnauwkeurigste, gaat tot 30 volt, de middelste gaat tot 15 volt en de onderste gaat tot 3 volt. Kunnen we hier ook zien, de onderste schaalverdeling gaat tot 3, de middelste tot 15 en de bovenste tot 30. Nou, zo'n voltmeter die meet dus de kracht van de batterij. Wat die eigenlijk meet is hoeveel energie de elektronen, de stroom, krijgt. Zo'n voltmeter sluit je op dezelfde manier aan als een ampèremeter, doordat je in ieder geval een zwarte en een rode uitgang gebruikt. Laat ik de 0 en de 30 gebruiken. Ik pak bijvoorbeeld deze batterij, de plus, puntje, de min, de achterkant. En jullie zien dat de wijzer, zodra ik contact maak, gaat bewegen. Maar dat is maar weer een heel klein beetje. Om nauwkeuriger te kijken, gaan we weer een andere schaalverdeling, een nauwkeurigere schaalverdeling gebruiken. Bijvoorbeeld de middelste. Dan slaat hij al iets verder uit. Maar misschien kunnen we zelfs de onderste gebruiken. En als we dat doen, dan zien we dat de batterij, de spanning van de batterij, 1,7, bijna 1,7 volt is. We moeten de onderste schaalverdeling gebruiken. Het is een spiksplinter nieuwe batterij, dus de spanning is iets groter dan de 1,5 volt die erop staat. Als we deze batterij gebruiken, de platte batterij, dan is de lange poot de plus en de korte de min. Oh, toch andersom. En dan zie ik dat is veel meer dan 3 volt. Dus ik moet kijken, de middelste schaalverdeling. En de middelste schaalverdeling gaat die bijna tot 5 volt. En de laatste spanningsbron die ik wil laten zien, dat is deze batterij. Dus die grote platte batterij van 9 volt. Dan gaan we even kijken. En je ziet inderdaad de middelste schaalverdeling. Hij is precies 9 volt.